Beste mensen, dit is Ndinga weer. Ik wilde vandaag iets vertellen over 5 dingen die er nodig zijn om gelukkig te blijven en gelukkig te zijn in jouw leven. Ja, even kijken. De 5 dingen die belangrijk zijn, zijn 1. Actie, 2. Acceptatie, 3. Relativering, 4. Veerkracht en 5. Afleiding. Ja. Laten we beginnen met nummer 1. Ik pak even mijn spiekbriefje erbij. Ik heb hier een spiekbriefje in deze mapje. Ja. Oké. We beginnen met veerkracht. Ja, veerkracht wil zeggen dat je niet in elkaar stort als een kaartenhuis, maar dat je gewoon blijft vechten voor wat je wil. Vechten voor waar je voor staat. Dat je niet jezelf op de kop laat zitten. Dat je herrijst uit de as als een phoenix. Ken je die vogel? Weet je? Die is herrijzen uit zijn as. En dat is heel belangrijk dat je dat kan in jouw leven. Nummer 2. Afleiding. Afleiding is heel belangrijk. Niet altijd maar bezig zijn met je problemen. Leuke dingen doen. Leuke dingen doen, jezelf ontwikkelen, jezelf ontplooien. Nummer 3, acceptatie. Accepteer dat de situatie is zoals die situatie is. Accepteer dat niet alle dingen kunnen zijn zoals jij wil dat de dingen zijn. Ja, dat is heel belangrijk. Er zijn heel veel mooie dingen voor jou in jouw leven. Je weet wat ik altijd zeg. Schouders recht, kin omhoog en kijken wat er nog meer voor mooie dingen zijn voor jou in jouw leven. Oké, nummer 4, actie. Kom in actie. Heb je een probleem? Denk oplossingsgericht en probeer je probleem aan te pakken. Probeer je probleem te tackelen. Probeer die bottleneck aan te pakken, te veranderen. Actie. Actie is ook weer wederom dat je leuke dingen doet. Cursus volgen, hobby, maakt niet uit. Kom in actie, doe wat er nodig is om jezelf te verbeteren en om tevreden te zijn met jouw leven. Oké, nummer 5 is relativering. Tel je zegeningen. Er zijn altijd situaties erger dan die van jou. Misschien is jouw situatie wel helemaal niet zo erg als je denkt. Dus je moet dingen gewoon relativeren en alle dingen die fout gaan in je leven zien als leermomentjes. Ja, als leermomentjes, als happy little accidents. Oké? Dan wil ik tot slot nog een kleine uitdrukking meegeven. Wat er ook gebeurt in jouw leven, denk gewoon, toen was het klote en nu is het een anekdote. Oké, dit was Ndinga. Like en deel en word lid van mijn kanaal. Oké, doei doei.